Henk Bouma is econoom, predikant en missionair werker bij het Huis van Vrede in Kanaleiland Utrecht. In dit huis is iedereen welkom, ongeacht culturele en religieuze achtergrond. Henk gaat intensief om met moslims. Hij noemt zichzelf ook wel Abu Shafiq, wat vader van Shafiq betekent. Want hij heeft zijn kinderen Arabische namen gegeven. Shafiq en Galet. Gerechtigheid is iets waar je voor moet vechten, geeft Henk aan. Omdat iedereen het verdient. Hij spreekt over vrede in Kanaleiland. Ik woon met mijn vrouw voor een jaar of 20 in wijken waar immigranten, mensen met een moslimachtergrond, de meerderheid vormen. Ik woon nu op Kanaleiland in Utrecht, mooiste wijk van Utrecht. Ik heb een foto van mijn uienverkoper. Dit is denk ik in Bagdad. Dit is mijn uienverkoper. Daarom is Kanaleiland zo'n mooie wijk. Hoe ziet jouw uienverkoper eruit? Precies, huizen goedkoop. We proberen de vrede te brengen naar de stad. De Bijbel zegt, zalig zijn de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Kinderen van God. Maar dat is een fout die ik maak in dat hele vredestichtingsproces en ik wil je vertellen wat die fout is. We hebben kerkjes geplant, buurtcentra gesticht, we hebben garage gekocht met onze buren samen om fietsen te laten repareren door illegale Afghaanse jongens. Ze begonnen misschien, ik denk wel ongeveer 20 jaar geleden, kwam een man tegen, ouder dan 70. En vier van zijn jonge kinderen kwamen naar Engeland toe, waar ik woonde. En hij woonde in een bejaardenflat en hij kon en wilde niet voor zijn kinderen van 6 tot 16 jaar oud zorgen. Dus die woonde soms weken, soms maanden bij ons in huis, voor jaren achter elkaar. En dat deed iets in die wijk. Want in die wijk gingen bruine mensen en blanke mensen, en moslims en niet-moslims, en arme mensen en rijke mensen, die gingen niet met elkaar om. En opeens liepen wij met die bruine moslimkindjes aan onze hand door de wijk. Dat deed iets met die wijk. En dat is zo doorgegaan. Dit jaar hebben we Marokkaanse gezinnen in huis gehad, Turkse gezinnen, Iraniërs, Afghanen, andere mensen. Maar ik maak een fout in dat hele vredestichtingsproces. De Bijbel zegt, zalig zijn de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Weet je wat er gebeurt als je met die mensen woont? Dan begin je van elkaar te houden. Je kijkt samen tv, je kinderen maken ruzie samen. Je gaat op vakantie samen, je lacht samen, je huilt samen. Maar de fout die ik maak, is dat ik denk dat ik mensen kan helpen. Je helpt ze met hun huiswerk. Je helpt ze met geld. Aan het eind van het jaar zegt mijn vrouw, waarom hebben wij geld op onze rekening staan? Je helpt ze met je tijd. Je helpt ze met je eten. Ze helpen jou. Maar als de Bijbel over vrede praat, dan is dat niet alleen niet oorlog, zoals jullie weten, shalom, salam aleikum. Maar vrede is welvaart, diepe vrede, is rust. Maar vrede is ook persoonlijk. Wat is mijn bijdrage aan een rechtvaardige wereld? Vrede is persoonlijk. Vrede is kinderen van God genoemd worden. Een prins of een prinses zijn. Dat is vrede. Vrede is weten dat als je een lach hoort door een open raam, of als je geld op is en de maandag doorgaat, als het goed gaat of als het slecht gaat, weten dat het belangrijkste is dat jij een relatie kunt hebben met de God die de wereld heeft gemaakt. Dat is vrede. Maar weet je wat mijn probleem is? De fout die ik maak is dat ik ben bang dat als ik met al die mensen die ik aan het helpen ben, als we al die mensen die onze buren helpen, dat als ik over Jezus begin te praten, dat mensen denken, oh nee, daar komt die loony secteleider. Dus ik praat maar niet over Jezus. Ik stel het zo lang mogelijk uit. Maar wat er in tussentijd gebeurt is, ik confronteer mensen met mijn ontzettend grote ego, omdat ik zo'n vredestichter ben. Alsof ze daar nooit niet beschadigd raken. Kun je maar beter over Jezus praten, toch? Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden.
Weet je, één ding dat ik heb geleerd in die 20 jaar, is dat ik de verhaallijn niet koop van David Cameron, dat islam stiekem vrede is. En dat alles wat je op tv ziet aan aanslagen, aan terrorisme, dat niet representatief is. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet voor 3 redenen. Ik geloof het niet omdat ik vaak bedreigd word. Omdat ik mensen over Jezus wil vertellen. Ik geloof het niet omdat bijna iedereen die bij ons de deur aanklopt, gestuurd door de gemeente Utrecht of gewoon die ons hebben gevonden doordat ze met iemand praten, bijna iedereen die bij ons de deur aanklopt omdat ze dakloos zijn, zijn slachtoffer van huiselijk geweld. En bijna iedereen is moslim. Natuurlijk zijn er ook christelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Maar waarom ik het niet geloof is de derde reden, is omdat niets dat Jezus niet heeft vrede kan zijn. Want Jezus is onze vrede, Efeze 2, vers 14. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. De fout die ik maak, is dat ik mensen zijn vader wil zijn. Dat ik ze wil helpen, dat ik ze iets wil geven. Ik kan ze het niet geven. Ik heb die vrede niet. Ik ben die vrede niet. Ik moet ze doorwijzen naar Jezus. Hij is onze vrede.